Zijn geest bleef steken op het niveau van een vierjarige en het lichaam groeide maar door. Alsof het lichaam de uitblijvende groei van de geest wilde compenseren. Dat is echt waar. Dan weet je er alles van. Jullie weten alles van. Het volgende hoofdstuk heet Parapetalo. Het goede nieuws is dat hij er zelf niet van zou nemen. Sterker, zijn kinderlijk enthousiasme gaat hem nog ver brengen. Het wordt de motor in zijn leven. Het brengt hem naar alle uithoeken van het land. Van Den Haag naar Driebergen, waar hij de liefde van zijn leven Kobi ontmoet. Van Driebergen naar Tollebeek, u kent het niet. Van Tollebeek naar Dronten, weer zo'n cultureel centrum. Van Dronten naar Appingedam, het wordt eigenlijk steeds erger bezettingen. Van Appingedam naar Zonnebreugel en van Zonnebreugel naar Korthoek. Petano is er niets bij. Altijd onderweg, altijd bezig met bouwen. Waarbij hij dacht dat alles maakbaar was en die niet gehinderd bleek door enige kennis. Toegegeven, zijn tweejarige opleiding aan de klimopschool was niet mis. Maar hij moet het toch vooral hebben van een naïef optimisme. Zijn bril heeft roze glazen, zijn glas is altijd half vol, behalve als er whisky in zit. Ook als echtgenoot en vader was hij kinderlijk enthousiast. Met zijn vrouw Kobi mag hij graag doktertje spelen. De kinderen die niet zoveel werken krijgen een treintafel, ter grootte van een tennisbaan, maar wij kinderen hebben die nooit gezien. Van een afstand, want net als bij Tom Hanks in de film Dick, was die trein, die was voor hem. En konden wij als kinderen slechts toekijken. Anekdotisch naïef, heb je het over naïef, is ook de aanschaf van mijn eerste hockeystick. Ik ging op hockey. Met zo'n sportieve vader kon dat natuurlijk niet uitblijven. Zondag mijn eerste grote wedstrijd. Ik wilde graag een karashi king van de Spartak van de plaatselijke sportwinkel. Maar pa die dacht daar anders over. Die zou hem bij de macro halen op zaterdagmiddag. En ik in de opperste spanning urenlang op de stoep van het huis gewacht op zaterdagmiddag dat hij thuis kwam. Komt hij, en ik overdrijf niet, terug met een ijshockeystick. Terwijl mijn leven instortte, antwoordde die optimist: nou, je doet het voorlopig maar. Dat is mijn vader. Kinderlijk enthousiast. Ook in zijn bedrijven. Dat zijn er niet weinig. Van Boerenknecht werkt hij zich op tot vertegenwoordiger in landbouwwerktuigen. In Rochemont-Sluis, als ik goed heb. Van Trekkers promoveert hij naar auto's. Opels van Gorter in Dronten worden Opels in Dronten. En dan gaat hij naar Opels in Delfzijl. Van Opel dealer naar Fiat dealer in Eindhoven. Van Fiat dealer naar directeur Fiat Auto Nederland. Hoofdfiliaal, Zeeburg, Beethovenstraat, Luxemburg en Conidol. Dan directeur Asian Trade Center, ook van levend lang. Die dat jaar zijn importeurschap verliest en hier gaat. Waar is dan in jaren 50? De economie zit in een recessie. Hij zit met een gezin met 3 kinderen zonder werk. Mooi kloten, grote paniek voor een normaal mens. Maar niet voor pa. Want hij had het niet eens in de gaten. De optimist die sticht fluitend een nieuw bv'tje, leent de Fiat Ritmo van tante Ada, die ze daarna nooit meer terug heeft gezien. Rijdt met zijn satébox uitvinding het hele land door. En een maand later zit hij niet meer in een satébox, maar in de buggies. Weer een maand later zit hij in de polo shirts. En hoe klein en hopeloos de business ook was, pa dacht altijd in het groot. Dus was de hele benedenverdieping van ons huis aan de Albert Moorlaan, was magazijn. En als ik zeg de hele benedenverdieping, bedoel ik de hele benedenverdieping, van voor naar achter, van links naar rechts, stapelen tot aan het plafond. En toevallig had ik daar mijn slaapkamer beneden. Dus ik sliep niet alleen in het magazijn, ik was ook magazijnmeester. Moeilijke tijden, maar hoe lang? Ja, moeilijke tijden voor mij. Hele moeilijke tijden, zou ik zeggen. Ik kon na school en mijn huiswerk kon ik de deur open doen voor allerlei huisvrouwen, koopjesjagers. Veel extra large mevrouw, nee. Ik heb ze wel in fuchsia roze. Ik lieg niet, hè? Huurtje afgebroken van de buggy, krijgt u de andere. Loopt u even mee naar het magazijn? Ik verkocht als een dollar. Wat vooral in mijn eigen belang was, want al na een week kon ik vanuit mijn slaapkamer weer naar buiten kijken. Als ik goed verkocht, hè. En na het buggy's hoogtepunt ging hij met Daniels BV in de confectie. Kort daarop haalde hij die Profusion uit Amerika, breidde het uit over heel Nederland. Maakte een Novanet van, met 30 auto's op de weg.
inmiddels een autoriteit in de markt en dus een prestatie van formaat. Van Dick, de Alte, zijn dochters, van Roelof en al die andere toppers, Arie die ik hier heb gezien. En dan volgt een paar jaar geleden Casanova net. Je was tenslotte nog maar 72 en dan heb je nog een leven voor je. Dat weet iedereen. Een superconcept, Casanova, dat zeker. En zeker met je dochter Kobe erbij, had al lang een multinational moeten zijn. Waar het niet dat er een stok in het wiel werd gestoken door een bankencrisis, de iSafe affaire, ik noem een asbol, een tsunami, Arabische lente, Griekenland, Spanje, Ierland. Gisteren Amerika, als het even doorregent, nog een mislukte aardappeloogst, kan er ook nog wel bij de wereld vergaan. Maar het raakt onze rasoptimist niet. En we noemen hem ook Teflon Dick. Wie is er lang weer onderweg naar de volgende wereld? Kinderlijk enthousiast ook in zijn hobby's. We gaan even tempo maken, anders wordt het een lang verhaal. Optimistisch landje. Geen gamma huisje, nee, direct groot. Mensen op het park dachten dat er een bezoekerscentrum werd geopend. Optimistisch bootje, of liever gezegd de optimistische stijl van varen. Ik zal nooit vergeten dat hij na het varen, middagje varen, met een soepele bocht de haven invoer. Geen rekening hield met de wind. Totaal uit de bocht vloog. Niet als optimist niks in de gaten hebben. Maar in plaats van te remmen, gaf hij nog een teutje gas erbij. We kwamen met een knal muur vast te zitten. En hij zegt, we zitten aan de grond. Wat op zich een scherpe constatering was. Maar na inspectie waren we vastgelopen op een andere boot. En we zaten, ik overdrijf weer niet, op een klein speedbootje bovenop. Optimistisch. Optimistisch doe het zelf. Zoals we hier staan, hebben we er allemaal een keer mee te maken gehad. Met z'n doe het zelf met technieken. En dan is het nog een wonder dat we hier allemaal in levende lijven bij elkaar kunnen staan. Want wie ooit goed in zijn tuin keek, zag overal wit tweelingdraad van het vroondraad over de grond lopen. Alsof er net gras gezaaid was. Waar je ook keek, overal elektriciteitsdraad. Levensgevaarlijk. Onze kinderen mochten absoluut niet in de tuin van opa. Ik stuurde ze nog liever een Vietnamees mijnenveld in. Dat drukte me voorzichtig uit. Optimistisch feestje organiseren. Het meest recente voorbeeld van naïef optimisme is heel recent. Heel Noord-Holland, Zuid-Holland en de provincie Utrecht krijgen een uitnodiging. Honderden mensen, zonder met zijn ogen knipperen, stuurde afgelopen zondag een mail aan zijn kinderen. Ik lieg niet. Help! Hulptroepen gebruiken. Ik vier zondag feest met 100 gasten, maar ik ben dinsdag tot en met zaterdag aan het varen met mijn nieuwe vriendin. We hebben die staattafelschilderij. Optimistisch is die ook met vrouwen daten. Nou, vrouwen, het zijn meer scharrelkipjes. De meest welzijdige stukje vlees, zeg maar. Want de paar mag graag een stukje online daten. En ziet een dating site eigenlijk als één grote snoepwinkel. Hij maakt zijn profiel nog steeds als een auto-advertentie. De foto van 10 jaar terug. In nieuw staat en altijd binnengestaan. En op al die miljoenen vrijgezelle vrouwen zijn er natuurlijk altijd wel een paar die erin stinken. En die naar dat landje worden gelokt en op zijn boot, midden op de Loosdrechtse plas, waar niemand je kan horen schreeuwen, in het vooronder worden gegooid. Het is verschrikkelijk gewoon. Je moet ze de kost geven, die worden opgepakt, TBS krijgen, een pieke baanschipper, of de elektrische stoel. Maar de kleuter Dick niet, die zit zo overhoofd. Weet je wel, ze doet geen vlieg kwaad. En die laat de serial Dick ongehinderd zijn gang gaan. Dat is een scharretiek. We komen alweer bij het laatste hoofd. Optimistisch was die ook over zijn cadeau. Wat een levenslust, wat een discipline, wat een ondernemerschap, wat een gulheid, wat een vriend, wat een broer, wat een schoonvader, wat een vader. Dat verdient natuurlijk een mooi cadeau. Tante Ada die is een standbeeld aan het kleien. Maar die komt voor jouw frustraties en pleit tekort. En als je je ego daar ook nog bij neemt, dan is daar gewoon geen klein meer voor te vinden. Niet aan te steken. Daar hebben we de beloning in een andere hoek moeten zoeken. In de financiële hoek. Want als we naar je uitgavenpatroon van de laatste jaren kijken, of het laatste jaar, is daar het naïef optimisme ook behoorlijk toegeslagen. En over het cadeau hebben we goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat iedereen zegt dat je je gewicht in goud waard bent. Ja. Het slechte nieuws is dat niet iedereen de daad ook bij het woord voert. Dus ik zal dat even afwachten. Dat hebben we niet helemaal gehaald, want je kunt wel zeggen dat Dick Senior een topper is.
Maar als je van iemand wil weten of die, hoe populair die echt is, dan moet je een inzameling houden. En dan weet je het zeker. Ik zie hem al een beetje wit wegtrekken, maar is nergens voor nodig. Kan blijven, want de inzameling was best een succes. Er is meer dan 2000 euro opgehaald. Wauw! Dat is minder dan voor de tsunami. Maar dan staat wel je landje nog droog. Dat is ook belangrijk. En met jouw gebruikelijke vakken van overdrijven kom je een end in de buurt. Dus dat is het probleem. Wat wel pijnlijk is, is de gemiddelde bijdrage per persoon. Dat is wel even een minnetje van deze avond, kan ik vast aankondigen. Dus ik heb even uitgerekend per jaar dat men met jou bevriend is. Het is een eenvoudige berekening, maar niet minder pijnlijk. Stel, je neemt die 2000 euro, hè. En je haalt uit de bijdrage van Fik Minko af, hou je 240 euro. Ongeveer, hè, ongeveer. Deel je de 100 mensen, dat is 2,40 euro per man. Deel je door pak een beetje 12 jaar dat ze je kennen. De meesten kennen je al 24 of 48 jaar. Maar je begrijpt, ik probeer te redden wat het redden valt. Deel je door 12, dat is dan 20 cent per jaar vriendschap. Nou, ik geloof niet dat ik jullie hoef uit te leggen dat dat toch een beetje beneden had. 20 cent per jaar, daar heb je nog geen cavia voor. Een goudvis begint al bij het dubbelen. En denk nou niet dat je hier makkelijk bij wegkomt. Want ik weet precies wie hier gegeven heeft en hoeveel. En ik zie hier mensen die nog niet hebben gegeven, maar wel al ruim hebben genomen. Zeker nog, de kleinste gever, die heeft al 14 witte ballen op en 6 bieren achter. En nu zou ik die lijst natuurlijk openbaar kunnen maken, de biemer staat er toch. Maar zo ben ik niet, ik hecht eraan iedereen zijn waarde te laten. Even goede vrienden, leven laten leven, tenminste als ze vanavond gestort worden. Dat is even een klein dingetje. Goede vrienden of niet, mensen die morgen minder dan 500 euro hebben gestort, gaan met naam, toenaam en foto in een landelijk dagblad. Dat kan ik je wel vertellen. Dan eindigen we met oude dag. Optimistisch over zijn oude dag, hè? Dat moet je niet vergeten. Er is niets veranderd. Je bent nog steeds kinderlijk enthousiast op je 75ste. En dat is mooi om te zien, vader. Het heeft je de afgelopen 75 jaar vooruitgebracht. Het heeft je door moeilijke tijden heen geloodst. En dat gaat je de komende 25 jaar ook vooruitbrengen. Want jij zou jezelf niet zijn, Dick zou Dick niet zijn, als hij de 100 niet zou denken te halen. Heeft hij al heel vaak gezegd, dat hij makkelijk de 100 zou halen. Ik denk dat hij gelijk heeft, met zo'n jonge geest krijgt ouderdom gewoon geen kans. En we schrijven 14 juli 2036. De snelle rekenaars, Kees, die weten dat dat dan precies 100 jaar is. Ik zeg, ikzelf inmiddels 73, ik zit samen met mijn vader op een bankje voor het bejaardentehuis. Zegt hij, schrijf eens op zo met je oude lijf. Mijn nieuwe vriendin moet er ook nog bij. Dat lijkt me een mooi moment om nog even een klein liedje te zingen. Daarna dan gaan we nog even met een filmpje belachelijk maken, want dit is maar een amuse. Dat is nog veel erger. En daarna dan krijg je die check, maar je moet eerst dat allemaal die belachelijkheid ondergaan. En het eerste vorm van ondergaan is dat we even nog Lang Leven Zal U Leven zingen. Ja.